Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review. Hubert Thomas opent Mystery Beer. Het is zaterdag en het is weer tijd voor Mystery Beer. En dat betekent in dit geval, aangezien het de laatste zaterdag van de maand is, het Mystery Beer van de Brother Beer Box van november. Collaboration box tussen Dutch Beer Collective en Brother Beer. Dat hebben we in heel 2023 gedaan. Er komt er nog één. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Met de feestdagen die eraan komen, hoop ik stiekem dat het een kerstbox wordt. Allemaal kerstbieren, maar goed, dat ben ik. We gaan het merken. De novemberbox was donkere bieren. We praten over stout, barley wine, quadruple, de hele mikmak. En als je dan een flesvormpje als dit ziet, dan ga je al heel snel denken aan een klassieke Belgische quad. Al moet ik zeggen dat het ook een beetje doet denken aan de flesjes van... Maar dan zitten er wel wat op het... Die zijn ietsje anders. De flesjes van, god, hoe heet het nou? Kom er niet op. Sierra Nevada. Maar goed, hoe dan ook. We gaan eens even kijken wat hierin zit. Ik ben ontzettend benieuwd. Jullie kennen het concept. Mystery beren. We moeten blind... Oei, die kwam er wel heel makkelijk vanaf. We moeten blind proberen te achterhalen wat er precies in het flesje of in het blikje zit. En in dit geval schenkt het echt ontzettend donker. Zo donker, maar heel weinig koolzuur. Eigenlijk geen koolzuur. En wat ik al zei, hij ging mij veel te makkelijk los en geen sisje. Maar goed, dat had ik laatst ook bij een mystery beer. En toen bleek het een mede, of een brekker te zijn. Een blend tussen mede en bier. In dit geval hebben we het gewoon echt over bier, want het is zo donker. Maar echt bijna geen schuim krijgt. Zoals jullie kunnen zien is hij zo goed als gitzwart. Ik vermoed richting een porter of stout. Misschien barrel age, dat het is. Dat hij daarom geen koolzuur heeft. En bij barrel aging verlies je natuurlijk al je koolzuur. En de bedoeling is normaal gesproken dat het dan wel wat koolzuur bij ingedaan wordt tijdens het bottelen. Maar ja goed, dat hoeft niet altijd of het is niet heel veel geweest. Of inderdaad, hij is gewoon niet heel goed afgesloten. Want zoals jullie kunnen zien, normaal gesproken als je een dopje eraf haalt, dan is die ingedeukt. En dat is dit nauwelijks. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Maar goed, we gaan het merken. Brother Beer. Deze, hartstikke bedankt voor het opsturen van het bier. Deze video wordt ook mede mogelijk gemaakt, / gesponsord door Brother Beer. Even kijken wat dit doet in de neus. Cacao. Zoetje. Iets dat doet denken aan port sherry. Misschien lactose. Het zou een paar dingen kunnen zijn. Het zou kunnen zijn dat we hier praten over inderdaad bourbon barrel aged en port barrel aged blend. Het heeft iets dat een beetje doet denken aan beide. Het heeft wat tonen van wat vanille en een beetje iets dat doet denken aan bourbon. En zelfs een hint van rye, een beetje dat spice. Het zou een rye stout kunnen zijn. Het heeft wat tonen van portificatie, maar het kan ook zijn dat het dus een portvat is geweest. Het kan ook zijn dat het iets richting andere... Ik zou wel eerder zeggen port. Het heeft wat van dat rood fruit, stevig zoet fruit karakter van een mooie port. Dan wil ik wel eerder zeggen een ruby dan een tawny. Al heeft het ook weer een beetje de kruidigheid van een tawny. Maar goed, het kan ook gewoon port zijn geweest en dat het een combinatie is. Ik had er vroeg dit laatste even, had ik het even met een collega erover van... Yo, hoe zit het nou eigenlijk? Er staat een portvat, maar we weten niet wat voor port. Je hebt wel eens met whiskyvaten, dan staat er heel duidelijk op tawny port finish, red port finish, white port finish. Hij zei, dat betekent waarschijnlijk gewoon dat het een combinatie is geweest van alles en nog wat ze maar aan port hadden. Dat zou hier natuurlijk ook geweest kunnen zijn. De brouwer verschillende portvaten had en gewoon gezegd, we noemen dat een port finish. Dus het is een beetje dat fruitige karakter van een zoet, zwoel, rood fruit karakter van een ruby port. Maar een beetje dat kruidige van een tawny. Het zou me niks verbazen als er dus ook iets met bright... Het gaat een beetje van alle nog een kant op. Dat bourbon-eiken-verhaal... Bourbon- en eiken-verhaal, sorry als het bourbon-eiken iets is. Bourbon- en eiken-verhaal blijft ook erin hangen voor mij. Weet je dat vanille? Weet je dat hubba-bubba-bubblegum sweetness? Wat ik al zei, chocolade... zeker een beetje meer cacao-achtig nog dan chocola. Vijgen, dadels, chocoladerozijntjes. Een hint van roast. Ik
Ik zou eerder zeggen misschien een porter dan een stout. Maar weet je, heel veel van die scheidslijn is soms zo troebel tegenwoordig. Dat je het, en onduidelijk dat je het soms echt niet weet wat nou precies wat is. En wel wat aan de alcohol hoort. Dit zit wel over de 10% denk ik. Het ruikt heel bijzonder. We gaan eens even een slok nemen en kijken wat hij doet. Bijzonder. Ik ben nog niet helemaal erover uit of ik het echt lekker vind. Want dat gaat alle kanten op. We gaan eens even kijken wat hij doet qua smaak. Proost. Een scherp randje. Alcoholisch boozy. Heel alcoholisch boozy. Bitter. Nou komt er heel veel bitterheid naar voren. En ook dat verwarmende alcoholische weer. Ik weet niet helemaal wat ik hiervan moet denken. Het is barrel aged, maar het is over de top. Het is uit balans. Scherp randje, echt een scherp randje. Ik weet niet helemaal wat ik hiervan moet denken hoor. En ik blijf erbij dat zou. Ik merk ook iets dat doet denken aan oxidatie. Er zit iets in, wat ik al zei, dat dopje kwam te makkelijk los. Er was eigenlijk geen hisje. Relatief dun. Geen koolzuur. Niet echt, nee, geen koolzuur. Ik zeg relatief dun. Het is niet dun. Maar het is ook niet een heel stevig, dik mondgevoel. Laat ik het zo zeggen. Ik heb het vermoeden dat we het hier hebben over 13 plus aan alcohol. 13,5%. Een whisky. Barrel-aged. Imperial. Stout. Maar niet helemaal geweldig gelukt, moet ik zeggen. Ik vind hem bijzonder. Ik kan hier niet echt zeggen dat ik hier heel wild of enthousiast van word. Ik zeg niet dat het echt slecht is, maar er zit een lichte, bijna... Hoe moet ik dit nou uitleggen? Er zit een bepaalde bitterheid aan. Het is nog niet zo intens als ik met die Bigfoots heb gehad, maar dat als je dus wat gal achter in je keel hebt, dat het eigenlijk bijna een beetje brandt. Heel naar, als je snapt wat ik bedoel. Maar zo intens is het niet. Bigfoot had dat heel intens, maar het heeft het een beetje. Het is inderdaad, je merkt de koffie, je krijgt dat vruchtenkracht, wat ik allemaal zeg. Maar er zit een scherp alcoholisch boozy randje aan. En ik denk dat iemand gewoon een... En het vervelende is, ik weet dus niet of dingen die ik niet oké vind, of dat komt, omdat die dus voor mijn gevoel niet goed afgesloten is geweest. Oxidatie. Scherp. Een scherp randje. Alcoholisch randje. Wat cacao, koffie, pure chocolade, bitterheid. Het licht gallig dingetje wat ik zei. Een hint van iets dat doet denken aan een wrange toon vanuit een... Sommige mooie rode wijnen kunnen dat soort van wrang dingetje erin hebben. Dat tannine, dat licht looierige bijna. Zou dit iets peaty moeten zijn? Zou het iets peaty moeten zijn? Zou het gewoon zijn dat ze zoveel vaten hebben gehad dat ze het niet wist? Ik vind het een hele bijzondere. Ik moet zeggen dat ik niet heel erg onder de indruk ben. Misschien dat het is. Er zit een peat, smoky leather tobacco thingy dingetje in de achtergrond. Dat het iets met leer looiig is, maar nog steeds zo scherp en alcoholisch. Ik vind hem heel bijzonder. Ik vind hem niet dat ik nou echt zeg ik vind het geweldig. Ik kan er niet heel enthousiast over worden. Maar het is gewoon helemaal uit balans. Het mist wat koolzuur. Het is
Het is helemaal uitbalans. Het is wel scherp en alcoholisch. 13,5% sterke peated whiskey barrel aged Russian Imperial Stout. Daar hou ik het op. Heb ik hier toevallig een mesje? Nee, natuurlijk niet. Nou, we gaan kijken of we hem zo los kunnen krijgen. Nee, dit is... Misschien heb ik een verkeerd flesje hoor, dat het is. Ja, kak. Ik dacht dat ik hier een mesje had liggen. Heb ik mijn kelnersmes hier nog ergens? Nee. Nou, we gaan kijken of we dit zo kunnen redden. Heb ik hier iets scherps in de buurt? Nee. Nou, we gaan kijken of we het zo kunnen redden. En anders dan gaan we even een mesje pakken. Het vervelende is dat ik het idee krijg dat het basisbier... Er zitten tonen in waarvan ik het idee heb dat het basisbier eigenlijk best oké zou zijn. Maar wat hier gewoon gebeurd is... Komt niet helemaal. Nou, laten we kijken. Ik ben heel benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd. Straks een of andere whale van een stout. Of een of andere high brewery. Bijzonder, bijzonder, bijzonder. Ik wil je echt vertellen dat... Hier is niks barrel aged aan. 10% in alcohol. Het is een Russian Imperial Stout van brouwerij Vogelvrij. 6 soorten granen. 2 soorten hoppen. Fugles UK en Styrian Goldings. Gist natuurlijk. Het beslag bestaat uit wel 6 soorten granen. Dit zorgt ervoor dat er meerdere lagen en smaken ontstaan. Een van de zware jongens. Ik kan niet zeggen dat ik hier heel echt wild van word, hoor. Met dat sisje zoals die open ging, geen koolzuur, oxidatie. Misschien dat er een gedeelte aan gerookte mout tussen zit, dat er daar dat leren, looier tabakdingetje wegkomt. Maar... Het kan echt mooi zijn, maar het feit dat hij gewoon bijna geen koolzuur heeft... En tonen van oxidatie, nee, jammer. En wat ik al zei, te scherp, te alcoholisch. Hier moet nog wel aan het recept gewerkt worden, als je mij vraagt. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Wel leuk als mystery beer, want het is dus helemaal niet... Kijk, daar ga je al, hè? Het is dus absoluut niet barrel aged. Dat betekent dat dus die tonen van het, wat ik zei, heel alcoholisch scherp. En ik denk het is gewoon een vat geweest dat te veel heeft gedaan. En dat hij 13,5% overkomt, omdat hij scherp en alcoholisch is. Maar dat dus helemaal niet het geval is. Hij is maar 10%. Maar dat is, dan is het toch iets niet helemaal wat dat betreft. En ik blijf erbij. Hoe dat dopje loskwam, dat hoort niet. Dat hoort niet. En dat was het voor deze review. Vond je de video leuk? Klik op like. Vond je de video heel erg leuk? Klik op abonneer. Ik ben heel erg benieuwd naar de laatste box van Brother Beer. Kijk wat daar allemaal in zit. Laat even weten of je dit bier ook gehad hebt en wat je ervan vond. Zoals ik zei, laat wat comments achter. Onder in de omschrijvingbox doe ik links naar alle social media. Link naar de Dutch Beer Collective, link naar mysterybeer.nl en een link naar brotherbeer.nl. Ik zie jullie allemaal bij een volgende review. En tot dan. Proost.